eigenlijk. We waren allemaal heel gefocust. Heel gespannen ook wel, maar wel gefocust. En de eerste helft ging eigenlijk zo lekker. Dat we in de pauze wel veel complimentjes al kregen van de regisseur en zo. Dat geeft dan moed voor de tweede helft. De tweede helft is voor Donna natuurlijk wel, eigenlijk komen alle spannende dingen in de tweede helft. Maar het ging heel goed, dus ik ben eigenlijk wel heel blij. Het ging goed. Het was heel spannend, zeker dat eerste moment dat het doek opgaat en dan zit ik daar in mijn eentje. Wel een beetje trillende handjes, maar overal ben ik heel erg blij. Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan met z'n allen. Dus... Het is je eerste hoofdrol. Hoe ervaar je dat? Ja, dat is hartstikke spannend. En heel leuk om te doen. En ik ben heel blij dat ze mij die kans hebben gegeven. Dus het is wel flink aan de bak. Maar heel leuk om te doen. Ik heb met iedereen ook, alle karakters heb ik wel een lijntje of een scènetje. En dat is heel tof om te spelen. Fantastisch. Lekker. Ja, heel goed eigenlijk. Ja, goed. Ja, absoluut. Ja, de beste van allemaal, denk ik. Ik denk ook. Ja, zeker. Die hebben we voor jullie bewaard. Het was een spannende première. We zijn wel al 2 weken aan het spelen. En dus eigenlijk was het een beetje van, nu eindelijk die première. Ja, we waren erop aan het wachten. Maar het voelde goed. Ja, het publiek is toch altijd op een première iets stijver dan normaal. Maar toch denk ik dat dit verhaal en wat wij hebben gedaan, dat we ze wel mooi hebben meegekregen. Dus ik ben heel blij, ja. Nou, de leukste scène vind ik eigenlijk wel Chiquitita en Dancing Queen in het begin. De Bedroom One noemen wij die. Ja. Dat is natuurlijk heel grappig met Hielke en met Sophia. Maar voor mijzelf is het glipt me door de vingers, door met Sam, door naar de winnaar. Ja, daar zit zoveel emotie in, wat is het, 6 minuten, 7 minuten. Dat is ook wel geweldig, zeg maar. Dat is ook voor mij overweldigend. Ik weet dat het ook zo overkomt in de zaal, want dat hebben we natuurlijk allemaal wel teruggekregen. Maar dat is ook voor mij zo. Dus je kan niet goed kiezen. En wat is jullie favoriete nummer uit de show? Uit de show. Weet je, moeder dat. Dat is echt zo'n heerlijk swingend nummer. En dan gaan die dansers gaan helemaal los. En Sophia Wezen gaat helemaal los. Ja, dat vind ik echt een heel heerlijke nummer. Ja. Ja, ik pas hem vandaag aan. Vandaag zeg ik pak je kans. Ja, maar dat is meer door hoe zij het doen. Ja. En ik doe Winner Takes It All, want dan kan ik gewoon, net als zoals jullie, gewoon toekijken hoe dat Aantje het voortreffelijk heeft gedaan weer vandaag. Ja. En jullie hebben onwijs leuke pakjes aan op hakken. Hoe gaat het dansen op hakken? Het is wennen. Ja. Er is niks aan. Ja. We hebben wel een blessure gehad, denk ik. Er is niks aan. Nee, toch? Weet je nog, toen je viel en toen je in de orkestbak lag. Toen ik die keer dat ik zou wel heel eerlijk bekennen, jullie mogen het niet zien, maar ik ben uit mijn broek gescheurd vandaag. Nee. Het zal niet omdraaien. Nee. Maar dat is wel zo. Dus ik stond met toegeknepen billetjes. Dus wat dat betreft vallen die hakken wel mee dan? Ja, zo'n stretch is het dus. Ja. Nee. Mijn is toch wel Name of the Game, dat ik weet hoe het heet. Dat komt uit die scène met Bart en dan, dat is echt bijna het einde van de eerste acte en dan is de wanhoop vrij hoog. En dat is ook wel gewoon een heel mooi nummer om te zingen. En dat is even een soort rustpunt in de voorstelling. Dus dat is wel mijn favoriet. Ja, ABBA zit in je DNA. Daar zijn we mee opgegroeid. Dus als dat aangaat, dan je kan ook alle liedjes meezingen. Het is echt zo lekker. Hey, en er is net een nieuwe film uit van Mamma Mia. Hebben jullie daar nog iets aan gehad? Nou, ik niet, want ik heb hem ook nog niet gezien. Dus ik ga nu is het gewoon rust, weder. Dus als ik gewoon lekker overdag, ga ik lekker even kijken. Maar eigenlijk is deel 2 van de film gewoon zo anders dan deel 1. En wij zijn natuurlijk gebaseerd op deel 1. Dus nee. En je hebt natuurlijk zelf een mooie dochter die gaat trouwen. Heb je veel mee kunnen nemen naar je rol nu? Nou ja, de Donna-rol, dat is een beetje mijn leven. Hè? Dus alleenstaande moeder, eigen bedrijf, kind alleen opgevoed, dochter gaat trouwen, dochter vraagt of ze de moeder al haar wil weggeven. Dus daarin hoef ik eigenlijk weinig te doen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En natuurlijk neem je heel veel dingen van je eigen bagage neem je mee in de rol die je speelt, zeker. Ja. En was Donna echt je droomrol om te spelen? Ja, Donna, dat heb ik ook echt geroepen. Dat maakt het ook wel een beetje spannend dat ik vandaag dacht van oké, het is mijn droomrol, roep ik. En nu hoop ik dat het ook zo overkomt bij de andere mensen. Dus dat maakt het heel spannend. Maar ik stond daar en ik dacht, ik zong de winnaar. Mijn collega's waren allemaal backstage. Die stonden allemaal in een soort freeze te luisteren. Toen ik afkwam, gilde iedereen. Iedereen omhelste mij, want het is toch het nummer uit de show. Wat heel spannend is, want het is zo hoog. Maar als hij goed gaat, is hij ook zo vet. Dus dat was een heel warm gevoel. Ik moest daarna ook wel huilen. Als een soort ontlading, maar ik vind het een gekke avond. Sowieso vind ik mijn scène met Leo Love on Me vind ik heel leuk. Fijn om te zingen, fijn om te doen met Jolijn. En daarnaast zitten er genoeg mooie momenten in. Ik vind Emiel samen met Hielke op het eind, pak je kans bij mij, heel goed, heel leuk.
ja, zijn Does Your Mother Know? Dat zijn van die uitschieters in de voorstelling die zo positief zijn. Ja, daar zit ik iedere avond toch enorm van te genieten in de coulissen. Heb je overeenkomsten met Sophie? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat zij heel strijdlustig is. En als zij een doel heeft, dan gaat ze ervoor. En dat doe ik ook. En ik denk dat ik daarom dit ook mag doen. Dat ik heel volhardend ben geweest en heel erg mijn best heb gedaan. Dus ik hoop dat ik daarin een beetje op de lijk. Ja. Hoe heb je ingeleefd in je rol? Ik ben naar Santorini geweest, een weekje. Maar dat is niet voor inleven, maar dat was gewoon vakantie. Maar het was ontzettend leuk. En ja, ik ben best wel een beetje een sky als het gaat om kleding en zo. Ik draag zelf ook allemaal van die linnen bloesjes en zo, die linnen broeken. Dus ja, het voelde wel goed. Het voelde vertrouwd. Ja, voor mij de grootste uitdaging is pak je kans bij mij. Take a chance on me. Dat moet ik rennend op het toneel doen. Dus dat heb ik thuis touwtjes springend geoefend om die ademhaling onder controle te krijgen. Maar ja, dat is wel voor mij het nummer, ja. En het is ook echt een kwestie van timing, denk ik. Ja, want hoe heb je dat voorbereid? Nou, Nicola, onze choreograaf, die heeft het over de hele wereld al gechoreografeerd. Dus die heeft ons heel erg geholpen. En ik ben gezegend met Emile de Jong. Die speelt Bart. Wij hebben zo dezelfde timing. We kenden elkaar helemaal niet hiervoor. Maar we hebben zo diezelfde timing dat het gewoon zo klopt. Zo leuk. Ja. En waarom moeten mensen naar deze show komen? Ja, feel good, een feestje. Zelf, ook voor ons, dus kom voor ons, want wij vinden het zo leuk om te doen. Het kost heel veel energie, want we staan dus te zweten. Maar het geeft je ook zoveel energie, het is zo leuk. Voulez-vous. Ja man, daar zit zo'n lekkere bas in die je ook bij Kiss hoort. I was made for loving you. Nou echt, daar staan we ook goed uit ons dak te gaan, maar dan achter de schermen. Hé, en ik heb je gezien in Dance Dance Dance, maar ik zag je hier dansen op flipflops, op van die zwemflippers, hoe was dat? Ja, goed. Ja, ik heb voorheen niet echt veel gedanst. Echt eigenlijk nooit. En afgelopen maanden met Dance Dance waren zo intensief. En nu kan ik zelf verzekerd op het podium staan dansen. Ja, dat is heel fijn. En dan heb ik mijn flippers erbij, dat maakt het niet uit. Nee. Het is gewoon een voorstelling wat werkt. De muziek, ja, ik hou gewoon heel erg van de muziek ook. En ik ben natuurlijk ongelooflijk trots op mijn vriendje. En het ziet er gewoon goed uit. Het is gewoon echt leuk. Ik vond er geen klap aan. Nee, ik vond het heel leuk. Ik vond het echt heel leuk. Ik ben een fan van Mamma Mia, sowieso. Ik vind het een hele goede show. Ik vind het is een goed script. Het is, die muziek van ABBA vind ik te gek. Dus ik had heel veel zin in vanmiddag. En ik heb een hele leuke middag gehad, ja. En je zegt de muziek vind ik te gek. Welk nummer vind je dan het leukst? Ja, zoveel. Het is ook een soort feest der herkenning. Hè? Dat je bij ieder liedje wat inzet, dat je denkt, oh ja, die. Dus het is bijna allemaal goed. Ja, ik heb enorm zitten genieten. Sowieso terugkijken naar een voorstelling die ik zelf heb gespeeld en nooit heb gezien. Ik heb al de originele gezien hier ook in Utrecht. Toen heb ik de tour gedaan. Je maakt het je eigen en dan... Nou ja, en nu zie ik het gewoon weer en ik zie hoe ontzettend veel energie erin gaat en hoeveel liefde en hoeveel ontzettend plezier het publiek heeft. En nou ja, ik vond het een heer, ik vond het echt een feestje. Ja. En hoe vond je het om Tanja terug te zien? Ja, geweldig. Ik vind dat Sophie het heel goed doet. En het is ook gek, maar je moet ook niet vergeten dat van Shakespeare wordt ook gewoon 600 voorstellingen gemaakt met allerlei verschillende kasten, mensen en interpretaties. En die van Sophia is gewoon heel erg lekker dicht bij haarzelf. En ik denk dat ze heeft een humor en everybody loves her. En volgens mij doet ze het alleen daarom al fantastisch. Nou ja, ik heb het hele proces meegemaakt. Ik heb ook wel gezien dat hij af en toe echt moe was. En echt het zoeken ook naar. Want het is best wel een gevoelige voorstelling. Mensen denken altijd alleen maar de ha 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 mamma mia. Maar het is zo'n menselijke verhalen zitten erin. Hij vindt het gewoon heel leuk en ik ook. En wat is je favoriete nummer uit de voorstelling? Ik vind Voulez-vous vind ik een te gek nummer. SOS vind ik ook mooi. Maar ik heb ongeveer alles. Dancing Queen vind ik natuurlijk of course ook te gek. Ik ben wel best wel een lichtelijke ABBA fan hoor. Nou, het is, blijft en zal altijd een van de meest leuke musicals blijven. Omdat... Het is zo vrolijk, het gaat zo snel, het is zo nog steeds van deze tijd. Want ik ben dan, zeg maar,
wat ouder. Maar mijn jongere kinderen, als je kijkt wat hun lijst is op Spotify, nou echt waar, komt Abba voorbij, weet je wel. Enig. Kleurrijk, vooral heel kleurrijk. Het is echt een vrolijke musical. En wat heb je zelf met Abba? Nou ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik kom uit het jaar 1963 en jij niet. Ik had nog de discotijd waar Abba bij hoort. Dus echt dat je gewoon echt nog met elkaar op de dansvloer stond. En dan gewoon nog dansstapjes deed in plaats van dit. Ja, ja. En met compleet bij de pijpen en hoge hakken? Nee, dat was dan wel weer net voor mijn tijd. Maar wel gewoon de discotijd. Ja, ja hoor. Nou, ik heb met Sophia Wezer mogen samenwerken. Ik vind haar echt fantastisch. Zij is zo'n soort van oer- en krachtvrouw. En ik ben jaloers op haar. Ik zou haar... Zeg maar, hoe zij eruit ziet, het is gewoon niet normaal. Dus ik zou echt die rol willen spelen en precies zoals zij dat doet. Echt fantastisch. En welke rol zou je zelf wel willen spelen? Tanja. Omdat ik vind haar karakter heel geestig. Het is een vrouw, voor de duidelijkheid, dus ik zal het nooit spelen. Maar dat een beetje hautaine, zo'n oude vrijster, vind ik heel erg grappig. Ja. En qua mannelijke rollen? Ja, jeetje. Ja, dan kom je gauw bij de vaderrol uit. Maar daar zie ik mezelf nu nog niet doen. Daar ben ik nog een beetje te jong voor, denk ik. Ja, daar ben ik dan weer te oud voor. Mag je wel dansen op flippers? Ja, maar dat moet je mij niet vragen om te dansen op flippers. Dat gaat geheid fout. Met onze voorstelling. Ja, met alles en met niks. Ik bedoel, het is hetzelfde script. En dat zit gewoon heel goed in elkaar, laten we dat niet vergeten. En het is de interactie tussen mensen. Dus als je mij hier tussen zou zetten in één keer op een dinsdagavond, dan werkt het niet. Want het gaat heel erg om bijvoorbeeld die drie dames die daar elkaar dan heel goed kennen en heel goed aanvoelen. En dat is wat het natuurlijk ook maakt, al die interacties met elkaar. En ik vind dat ze dat heel fijn hebben gevonden. Er zit echt, ik voel echt de liefde. En kende je alle teksten nog? Nou, ik heb wel af en toe een beetje zitten lipzinken. En heel gegeneerd ook. Maar dan kon ik er niks meer aan doen. En het stomme is, ik vergeet alles wat ik niet nodig heb. En toen zag ik het weer en ik kon zo... Maar als je het me nu weer vraagt, weet ik het weer niet. Wat is je favoriete nummer uit de show? Ja, voor mij is het Waterloo. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het gewoon zo'n goed nummer. Het zit zo goed in elkaar en het swingt ook nog eens. Dus ik zat er de hele show op te wachten van wanneer komt het nou? En eindelijk met de toegifte hebben ze het gezongen. Nou, ik had natuurlijk heel graag best wel ook voor Donna willen auditeren of voor Roos. Maar ik had mij al gecommit aan Op Hoop van Zegen, waar ik Kniertje ga spelen. En dan blijf je en ben je loyaal aan je opdrachtgever. En het liep samen. En ik had al heel graag zelfs volmondig ja gezegd voor de rol die ik zelf nu ga spelen. Dus, alsjeblieft. Ja, nou hoor ik natuurlijk gewoon te zeggen, does your mother know? Maar gewoon omdat ik dat zelf zo ontzettend veel en vaak heb gedaan met zoveel plezier. Maar de winnaar krijgt de macht, is natuurlijk ook altijd een enorme parel. Weet je wat het is met ABBA muziek? ABBA muziek is zo goed gemaakt. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Er zit namelijk ook af en toe een nummer bij waarvan je denkt van, ken ik die eigenlijk? Maar dat maakt niet uit. Het is goede muziek. Het zit goed in elkaar. Het is mooi vertaald. Het is met deze cast. Wordt het als een kind gedragen. Dikke 10. Ja.